Ik ben Marijke van den Heuvel en heb als architectuurhistorica het industriële erfgoed in Utrecht geïnventariseerd. Dus eigenlijk alle industriële gebouwen. En daar heb ik dit boek over geschreven. En we gaan vandaag langs een paar gebouwen lopen uit het boek. En ga ik wat vertellen over de geschiedenis ervan. Dit is drukkerij J. van Boekhoven. Die is in 1844 opgericht en vanaf 1853 op deze plek gevestigd. Eerst in een ouder gebouw, maar de drukkerij liep zo goed dat ze in de 20e eeuw, tussen 1939 en 1951, een nieuw gebouw lieten bouwen. Echt een kolossaal gebouw, zoals je ziet. Het is tegenwoordig sinds 1975 al in gebruik als appartementen. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want het is een heel vroeg voorbeeld van herbestemming van een oud industrieel pand in Utrecht. Er waren heel veel drukkerijen in de stad Utrecht, maar Van Boekhoven was wel een van de belangrijkste. Die is onder meer bekend van het drukken van de spoorboekjes en treinkaartjes en ook de adressenboeken van de stad. Ik vind het een heel bijzonder gebouw, omdat het met heel veel details is ontworpen. Hele bijzondere vensters. En het gebouw heeft ook kantelen op het dak, waardoor het lijkt op een kasteel eigenlijk. Deze schoorsteen hoort bij Edelsmederij Brom. Dat is een familiebedrijfje wat is opgestart aan het einde van de 19e eeuw. Het is echt van vader op zoon gegaan. Zij horen dus in de metaalsector, maar zijn daarin eigenlijk een heel klein bedrijfje. En ze waren gespecialiseerd in edelsmeedwerk van goud en zilver en koper en brons. En ze maakten voornamelijk voorwerpen die in de katholieke kerk gebruikt werden. Dus doopvonten, miskelken, kruisen, maar ook bronzen beelden bijvoorbeeld. Het is eigenlijk wel heel bijzonder dat die schoorsteen er nog staat. Want heel veel bakstenen schoorstenen die in de binnenstad stonden, er moeten er echt heel veel geweest zijn, zijn inmiddels afgebroken als ze niet meer gebruikt werden. Want die schoorstenen die werden snel bouwvallig. Die moest je echt goed onderhouden en anders zouden ze omvallen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Het is eigenlijk heel bijzonder dat deze er nog staat. Het is ook een rijksmonument, dit gebouw. Dus die schoorsteen die wordt ook goed beschermd. Dit is de sigarenfabriek van Ribiers Pelletier. En die sigarenfabriek die liep eigenlijk heel erg goed. Ze hadden heel veel mensen in dienst, ook vrouwen. Het was in die tijd namelijk heel gebruikelijk om vrouwen ook in sigarenwerkplaatsen te laten werken. Die hadden namelijk hele fijne handen, dus die konden het opnerven van de bladeren en het rollen en sorteren konden ze heel goed. Je kunt zien dat het een heel voornaam gebouw is. Het is heel duidelijk dat die fabrikant heel trots was op zijn bedrijf. En daar had hij ook echt reden toe, want zijn sigaren waren over de hele wereld bekend. Echt in hogere klassen werden zijn sigaren gerookt. Het is wel heel mooi dat dit gebouw er nog staat, want het was natuurlijk een belangrijk bedrijf. Veel werknemers vonden hier dus hun werk. En het was een heel bekend bedrijf, dus ook eigenlijk heel belangrijk voor Utrecht. Ik vind het zelf ook een heel mooi gebouw. Die Kuyler, de architect, die besteedde altijd heel veel aandacht aan zijn gebouwen. En hij heeft opvallend genoeg heel veel industriële gebouwen ook ontworpen in de stad. Ook nog meer sigarenfabrieken. We staan hier voor bierbrouwerij De Boog. Die is rond 1600 opgericht. Maar die gebouwen die zijn wat recenter. Die dateren uit de 19e eeuw. Op de werf onderaan zie je het brouwhuis staan. Uit 1868. Daar stonden de ketels waar het bier daadwerkelijk gebrouwen werd. In die gebouwen boven aan de werf, zeg maar, gewoon aan de straatzijde, daar werd het graan opgeslagen en mout. Dus het graan lag daar te ontkiemen ook, wat nodig is voor het brouwproces. En in de kelder stonden de vaten waar het bier uiteindelijk in werd opgeslagen. In de 18e eeuw werd De Boog gekocht door de katholieke armenkamer. Dat is zeg maar een instelling die zich inzette voor armen die katholiek waren. En dat was natuurlijk een mooie bron van inkomsten, die verkoop van het bier. En die liet vervolgens hier in die straatjes achter de brouwerij woningen bouwen voor armen. De Zeven Steegjes heet het buurtje. Die straten hebben allemaal namen die voortkomen uit het brouwproces. En heel veel mensen die daar woonden, die werkten ook bij de brouwerij. Ja, we staan nu eigenlijk hier ergens, naast de Stadsbuitengracht. Dit is een beetje de situatie van deze plek zoals hij er eeuwenlang uit heeft gezien. Vanuit dit poortje in het Louis Hardlopencomplex, waar we nu staan, hebben we zicht op een tramhalte.
aan de overkant van de Stadsbuitengracht. Die is in 1927 ontworpen en gebouwd. Hij was ontworpen door gemeentearchitect Planjer. En Planjer die heeft eigenlijk voor dit hele plein een nieuw ontwerp gemaakt toen. De brug is door hem ontworpen, de kademuur en een tramhalte dus, die daar eigenlijk een onderdeel van uitmaakt. En daaronder zijn ook nog urinoirs. En ook het gebouw waar we nu in staan, of onder staan eigenlijk, is door hem ontworpen in dit grote ontwerp. Die tramhalte is heel goed behouden gebleven, omdat het natuurlijk gewoon een onderdeel uitmaakt van de kademuur. Het is gewoon één doorlopende muur met een luifel eraan, waar je heerlijk onder kunt zitten. Aan veel oude industriële gebouwen kun je nog steeds zien hoe die productieprocessen zo'n beetje in elkaar zaten. Bijvoorbeeld bij die bierbrouwerij De Boog, met dat brouwhuis op de werf. En die gebouwen vertellen ook heel veel over de economie van de stad, waar de mensen werkten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat soort gebouwen behouden blijven.